Het Rijk van Nijmegen staat deze week uitgebreid stil bij 80 jaar Market Garden. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek trapte zondag alvast af met een festival. Hierin herdenken wij eigenlijk Market Garden en de bevrijding van het Rijk van Nijmegen. Een broer van mijn vader is in Nijmegen met de bombardement om leven gekomen. Op de ambachtsschool. Ja, en dat zijn dingen die horen bij de familie. Ja. Horen. En verder in het nieuws vandaag. Turkse gemeenschap in Molenhoek zet zich wederom in voor aardbevingsslachtoffers. En Popronde viert 30ste verjaardag met aftrap in Nijmegen. Precies 80 jaar geleden vond in het Rijk van Nijmegen een van de grootste militaire operaties uit de geschiedenis plaats. Namelijk operatie Market Garden. Het was het begin van de bevrijding in onze regio en uiteindelijk van heel Nederland. Vooral deze week zal dit in de regio volop worden herdacht en gevierd. Afgelopen weekend werd hiervoor al een voorzetje gegeven met het Vrijheidsfestival in Groesbeek. Tijdens het Vrijheidsfestival vinden er verschillende activiteiten plaats. Zoals live muziek, speciale rondleidingen en andere activiteiten voor jong en oud. Om te herdenken en stil te staan bij de geschiedenis. 1, 2, 6, 5.000! Ja! Market Garden was een grote operatie, een militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de geallieerden. Om verschillende bruggen in te nemen in Eindhoven, in Nijmegen en bij Arnhem. En uiteindelijk zo Nederland eigenlijk te bevrijden. Om dan vanuit die strategische posities de Duitsers te kunnen bevechten. Op 17 september 1944 landden in Groesbeek de paratroopers. En daarmee was Groesbeek bevrijd en dat is niet alleen belangrijk geweest voor het Rijk van Nijmegen. Omdat het een hele belangrijke slag was voor de bevrijding van Nederland en uiteindelijk ook West-Europa. Want vanuit Nederland zijn ze uiteindelijk via het Rijnland-offensief zijn de geallieerden Duitsland binnengedrongen. En dat betekende in ieder geval voor West-Europa het einde van de oorlog. En dit brengt ook herinneringen naar boven. Een broer van mijn vader is in Nijmegen met de bombardement om leven gekomen. Op de ambachtsschool. Ja, en dat zijn dingen die horen bij de familie. Ja, horen. Ja, zeker. Ja. Dus jullie gaan eigenlijk als... Daar blijf je dit allemaal bijhouden, zoiets. Ja. Het festival is eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in geschiedenis sowieso. Maar ook eigenlijk voor bijna iedereen wel interessant, omdat we hier in deze regio zijn opgevoed en ons vaak niet bewust zijn van wat er eigenlijk voor is opgeofferd. En behalve het bewustzijn creëren is het ook een dag vol ontspanning en fijne activiteiten. Kiki, wat heb je net laten doen hier? Ik heb een ballon laten maken. Ja, en wat is het geworden? Het is een bloem. Ja, leuk. Hey, en hoe vind je het vandaag hier op het festival? Ik vind het leuk, want ik zit daar op de markt met mijn vriendin armbandjes te verkopen. En nou zie ik hier allemaal spulletjes liggen. Maak jij ze dan ook op bestelling? Dat iemand zegt, doe maar die kraaltjes. Ja. Ja, en wat is het favoriete kraaltje? Ik denk wel deze. Hey, en loopt het een beetje ook? Verkoop je wat? Ja, ik heb al meer dan 6 armbandjes verkocht. Vorig jaar februari werd Turkije getroffen door een verwoestende aardbeving. Veel hulp is al die kant op gegaan, maar nog steeds leven mensen met de gevolgen van de natuurramp. Daarom zet de Turkse gemeenschap in Molenhoek zich in om geld op te halen voor de getroffen gemeenschap. Tafels vol met heerlijke zoete Turkse hapjes, gemaakt door de Turkse gemeenschap in Molenhoek. Na een succesvolle eerste editie organiseert Stichting SEMA samen met het Lees- en Ontmoetingspunt voor de tweede keer een Turkse kermis. De opbrengst gaat naar de mensen in het getroffen aardbevingsgebied in Turkije. Er is heel veel hulp die kant op gegaan, maar het is nog niet voldoende. Dat de nood nog lang niet gelenigd is. En dat de Turkse gemeenschap naar mogelijkheden zoekt om extra middelen te genereren. Wij gaan uit van onze eigen kracht. De overheid doet haar best. Maar gelet op de grootte van de aardbeving, ja, waarschijnlijk heeft het wat tijd nodig. Vanuit de Turkse gemeenschap kregen de organisaties te horen dat de hulp nog steeds hard nodig is. Zo beginnen nu de scholen weer en veel gezinnen hebben geen geld voor de nodige schoolspullen. Scholen zijn begonnen. Kinderen die hebben weer schoolspullen nodig, althans boeken,
of inderdaad geldelijk steun om die boeken te kopen, lesmiddelen, etc. Het geld gaat direct naar de gemeenschap in het getroffen gebied. De stichting zorgt ervoor dat het geld daar goed terecht komt. Dubbelzijdig is dat. Er worden zowel spullen gekocht, maar er wordt ook contant geld afgegeven voor mensen die hulpbehoevend zijn in Turkije. Dus beide eigenlijk. Beide. Afhankelijk van de situatie van de mensen die we kunnen bereiken. En die lekkere hapjes vallen goed in de smaak. Dan hebben al die Turkse mensen die lekkere hapjes gemaakt, thuis in hun eigen keuken. Ze hebben ze voor niks ter beschikking gesteld. En iedereen draagt op die manier een steentje bij. Want dat geld gaat mooi naar Turkije toe. Ze hebben er lang op moeten wachten en hard voor moeten knokken bij de gemeente Nijmegen. Maar zondag was het dan zover. Het nieuwe kunstgrasveld bij voetbalclub Kraaienhof in Nijmegen werd feestelijk geopend. Jarenlang moesten ze het doen met een slecht grasveld, zo slecht zelf dat het voortbestaan van de club in gevaar kwam. Vorig jaar had het kunstgrasveld er al moeten liggen, maar tot woede van de club werd het uitgesteld. Nu spreekt men vol lof over de gemeente en kon het kunstgrasveld feestelijk worden geopend. Ja, voor ons is het een zeer leuke dag dit, een feestelijke dag. In ieder geval, je ziet wat het nou allemaal is. Een supermooi park hebben we nou, wat voorheen echt slecht was. En iedereen is blij en we maken er vandaag echt een feestelijke dag van. 10:30 gaan we hier de opening doen met de wethouder Jean Baboer dan. En ja, dan maken we gewoon een leuke dag van met z'n allen. Ja, want er ligt een nieuw kunstgrasveld, dat was hard nodig hè, voor jullie club hè? Ja, ik denk als dit veld nou niet was gekomen, ik denk dat het misschien een jaartje was geweest, dan was het einde van Cruijff geweest. Want het ging gewoon niet meer met het veld. Wat maakt de club Kraaienhof zo bijzonder? Ja, Cruijff is een volksclub. In 1937 is Cruijff ontstaan. Zeg maar. En ja, het is gewoon een hechte club. Iedereen die hier komt bij Kraaienhof, bij wijze van spreken, die beschouwen ook als eigen familie, laat ik het zo zeggen. Het maakt niet uit wat voor nationaliteit je hebt. Jij bent Kraaienhof en dat is gewoon één eenheid. De gemeenteraad van Druten heeft €55.000 beschikbaar gesteld om zo'n 100 zieke essen te kappen en herbeplanting mogelijk te maken. Langs de wegen in de gemeente Druten staan ongeveer 700 essen en het Drutens bosje bestaat voor een kwart uit essen. Al ruim 15 jaar veroorzaakt een schimmelinfectie de zogeheten essentaksterfte in Europa. Door de schimmel sterven dusdanig veel takken af dat de meeste bomen uiteindelijk doodgaan. Dat gaat meestal vrij snel binnen 1 of 2 maanden. Momenteel wordt er in de gemeente Druten al op grootschalige wijze bomen aangeplant. In het collegeprogramma is al een paragraaf opgenomen voor de aanplanting van 1000 bomen. De Nijmeegse popronde is zaterdag weer van start gegaan. Het is een speciale editie omdat het evenement 30 jaar bestaat. De komende weken reist het festival langs allerlei steden waar tientallen beginnende artiesten spelen in cafeetjes en openbare gebouwen. Als gebruikelijk startte het festival in thuisstad Nijmegen met een openingsmoment in de Stevenskerk. Na een speciaal middagprogramma op het Nijmaterrein was de Stevenskerk zaterdagavond de locatie waar het avondprogramma van start ging. Oud-deelnemer The Vices opende de avond, waarna Hessel Moeselaar in diezelfde Stevenskerk de eerste act was die men kon bezoeken. Ja, we bestaan 30 jaar dit jaar, dus dat is heel tof. En om een verjaardag te vieren hebben we een jubileumbiertje hebben we ontwikkeld. Die is vanavond nog in Lux te krijgen. Wat is nog meer nieuw dit jaar? Nou, nieuwe selectie natuurlijk, dat is heel tof. We hebben een podcast uitgebracht over het uitbrengen van muziek en wat voor rechten je dan hebt als artiest en wat dan goede platendeals zijn en dergelijke. Dus dat is heel erg tof, kun je gewoon beluisteren via Spotify. Ik blijf marketeren, ik blijf het ook een beetje promoten. En die selectie, en die is het belangrijkste, die is ieder jaar nieuw. 99 talenten, de grootste talenten van dit moment, die je nu nog het hele jaar, of hele najaar, dit hele jaar, gratis kunt zien in een stad bij jou in de buurt. Een van die talenten is zangeres Zeevlinder. Ze maakt Nederlandstalige popmuziek en met haar plug-and-play beats laat ze elke locatie dansen. Zoals deze avond in Lux. Ze danst op blote voeten.
moeten, want ze wil die aarde voelen. Wil jij haar puurheid lezen en dan jezelf aan geven? Ja, het was fucking ziek. Mensen waren aan het luisteren en mensen letten op en mensen begrepen het. En dat was nice. Ja, want jij was een van de bezoekers? Ik was een van de bezoekers. Ik denk dat ik het heel goed heb begrepen. Het was een mooie avond. Mijn tourmanager. En bezoeker. En bezoeker. En bezoeker. En ik vond het heel mooi. Nee, het was echt wel... Ze trekt mensen mee. Ze doet het goed. Mensen gaan het begrijpen. Mensen willen het snappen. Het is leuk dat ze met het publiek praat. En niet alleen... haar eigen verhaal vertelt, maar ook probeert het publiek te begrijpen. Na deze zaterdag in Nijmegen doet het festival de komende tijd nog 39 andere steden aan, om uiteindelijk op 30 november af te sluiten in Amsterdam. Vanwege de 30ste verjaardag hebben wij een extra lange reportage gemaakt rondom de Nijmeegse popronde. En deze is vanaf morgen te zien op ons YouTube-kanaal. En dan, afgelopen weekend stonden de deuren van honderden monumenten in Nederland wagenwijd open voor bezoekers tijdens de Open Monumentendag. Dit jaarlijkse evenement biedt een unieke kans om historische gebouwen en plekken te ontdekken die normaal niet toegankelijk zijn. Zo ook in Beek bij een tweedehands boekwinkel met een historisch verleden. Een tweedehands boekenwinkel, zoals elk ander. Toch is het pand waar het zich in bevindt een historisch monument. Vroeger was het een elektrisch onderstation voor een voormalige tramlijn. Het is het voormalige onderstation van de tram, lijn 2, van de Nijmeegse netwerk. De tram die kwam het Trianusplein af, wat toen de tijd geen Trianusplein heette, volgde de stuwwal. En kwam hier en had extra stroom nodig om de berg op te gaan, om naar Bergendal te gaan. En die stroom die kregen ze vanuit dit gebouw. Hier stond een transformator. Die kreeg stroom vanuit Nijmegen en die werd omgezet naar de stroom die de tram nodig had om de berg op te gaan. Het pand stamt uit 1912, een flinke tijd geleden dus. En sinds die tijd heeft het veel moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er gevechten plaats en sporen daarvan zijn nog steeds te vinden in het monumentale pand. De Amerikanen zijn geland in Groesbeek, moesten richting Brug in Nijmegen. De Duitsers zaten beneden en de Amerikanen wilden ook naar beneden toe, maar dat werd natuurlijk een robbertje vechten. En dat heeft het dorp behoorlijk schade toegebracht. In dit gebouw zitten in ieder geval ook nog kogelgaten die resteren uit die tijd. Uit die felle, korte gevechten die hier toen de tijd hebben plaatsgevonden. In de jaren 80 is het pand verbouwd. Vrijwilligers hebben toen de tijd de binnen- en buitenkant van het gebouw volledig onder handen genomen. Ze hebben toen de tijd hier een houten constructie in aangebracht die door een andere stichting is veranderd in een stalen constructie. Die meer recht doet aan de industriële jugendstil van buiten. Dat industriële zit nou ook binnen het gebouw. Tegenwoordig wordt het monumentale pand gebruikt als tweedehands boekenwinkel. Maar het pand heeft nog wel zijn historie behouden. We gaan deze week nog even een korte nazomer tegemoet. Daar krijgen we morgen alvast een klein voorproefje van. Het blijft droog, er is veel ruimte voor de zon en het kwik loopt op naar een aangename 22 graden. De rest van de week wordt dat zelfs 24 graden. Misschien wordt lokaal zelfs wel de zomerse 25 aangetikt. Ook dan blijft het droog en is de zon volop aanwezig. Ik zou zeggen, lekker van genieten, want volgende week wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was het RN7 regionieuws van maandag 16 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek in, waarin we een bezoekje gaan brengen aan proeftuin Randwijk. En wij zijn er morgen weer, dus ik zeg graag tot dan!